Nathaniel was nog geen 2 jaar oud toen een zeldzame vorm van kinderkanker bij hem werd ontdekt. Voor zijn behandeling moest worden uitgeweken naar Amerika. 7 maanden geleden vertrok hij met zijn ouders naar Philadelphia. Een kostbare reis die mede dankzij de hulp van Ajax-supporters gemaakt kon worden. We kwamen natuurlijk op Ajax, de familie van hem. En ja, vanuit daaruit is er een vraag gedaan van... En dat hebben we eigenlijk een groep mensen uit de F-site hebben het zo aangetrokken. En die zijn zich er gewoon voor gaan inzetten. Ja, scholen. Kinderen die loombandjes zitten maken, flessen inzamelen, sponsen lopen. Ajax heeft meegeholpen. De F-site heeft er heel veel aan gedaan. Ja, het is natuurlijk geweldig. En het mooiste is dat die kleine terug is. Met haar op zijn hoofd. Door de speciale immunotherapie is Nathaniel schoon verklaard. Samen met de familie wachten de Ajax-supporters hem op. Blijdschap. Niks anders dan blijdschap. Dan weet je het waar je voor gedaan hebt. Ja, gewoon fantastisch dat hij schoon is en dat we hem zo'n welkom kunnen geven.